Oh my god, mensen, vandaag is het maandag, dus zeg hoopla. Goedemorgen, deze morgen, mijn naam is Pippi Blue. Woppa, nieuwe dag, nieuwe video. We zijn hier nog een keer met een what to watch video. Ja, waarom niet? Ik heb er eigenlijk nog veel te maken van die video's, want ik heb nog altijd veel films dat ik nog niet gezien heb. Sowieso wil ik al iedereen een keer bedanken voor dat ze allemaal reacties geven op de video's. Van dat is een goede film, dat is een minder goede film. Dat moet je zeker bekijken, dat moet je zelfs niet aan beginnen, zo toestand. Dus ja, allemaal bedankt daarvoor, super tof. Dus nu gaan we nog een keer een stuk of 20 films tonen. Dus dat ik ook nog altijd niet gezien heb en dat ik zeker wel wil zien. Deze keer zijn het allemaal Blu-rays. Het zijn veel horrors ertussen. Er zijn ook nog andere soort films ertussen. Maar weet je wat, we gaan stop met lullen en we gaan er gewoon in vliegen. Let's go, yo. Wel buiten adem. De eerste dat ik nog niet gezien heb, is Zwarte Zwaan. Black Swan. Met Natalie Portman. Dat gaat over, ballet, dacht ik. Maar ik weet niet waar dat de rest eigenlijk over gaat. Is dat een horror of een thriller? Duurt al 608 minuten. En het staat er like, niet bij wat voor film dat is. Maar ik denk dat het een soort thriller is of zo. Psychologische thriller, ik weet het niet. Dus dat heb ik nog niet gezien. Dan heb ik een van de Final Destination films. The Final Destination heb ik ook nog niet gezien. Dat is een horrorfilm. Ik heb er al een paar van gezien van The Final Destination. Maar ik zou zelfs niet weten de hoeveelste dat deze is. Dus laat het een keer weten, mensen. De hoeveelste Final Destination dat deze film is. Dan, de volgende film heb ik ook nog niet gezien. Dat is een Franse film. De Rue et Droit. Ik weet zelfs niet hoe dat ik het moet uitspreken. Voilà, dat is met Matthias Schoenaerts. Dus dat zal wel een dramafilm zijn of zo. Ik weet het niet. Duurt 122 minuten. Ja, ik weet het niet. Ja. Het is alles in het Frans gesproken en heeft Nederlandse ondertiteling. Dus ik weet niet of het een schone film is. Laat het keer weten, mensen, in de comments. Dan, mensen, ik weet het, ik heb hem nog niet gezien. Het is alles is een klassieker en ja, ik weet het. Nog altijd niet bekeken, maar hier hebben we dus met Al Pacino en Robert De Niro Heat. Heb ik nog altijd niet gezien. Dat schijnt een supergoeie film. Ja, ik moet dat eigenlijk echt wel een keer bekijken, ja. Dat is 170 minuten, lange film, maar ik denk wel dat het een goede film zal zijn, want iedereen spreekt daarover, of Eter de Hals is wel gesproken. Dan de volgende film, de vorige keer heb ik de eerste gezien, dat is de tweede, heb ik ook nog altijd niet gezien. Dat is 22 Jump Street, de eerste vond ik al sinds supergoed, dus ik ben wel benieuwd naar de tweede al sinds. Ga ik ook binnenkort wel een keer bekijken. Hoe lang duurt een dien? 112 minuten. Oké, okay, Savannah. Dan de volgende film. Heb ik ook nog niet gezien. Is met Brad Pitt en Kate Blanchett. Dat is The Curious Case of Benjamin Button. Ja, ook nog niet gezien. Dus ik weet zelfs niet over wat dat gaat. Ik weet dat hij een baby is. Dat hij volwassen wordt en weer een baby wordt ofzo. Of dat hij oud wordt geboren en dat hij jonger wordt ofzo. Ik weet het niet hoe dat juist is, maar ja, moet ik ook bekijken hoe lang duurt een dien. 166 minuten. Ja, santé. Dan, ik weet het, heel erg misschien, maar die heb ik ook nog niet gezien. Dat is chapter 2 van It. De eerste heb ik gezien. De eerste vond ik echt supergoed, maar de tweede nog niet bekeken. 169 minuten, maar ik alleen naar It kijken, dat zal It waarschijnlijk niet gebeuren. dan de volgende film is The Curse of La Llorona. Voilà, heb ik ook nog niet gezien. Dat is van een beetje de Conjuring Universe. Ja, staat er ook op. From the producers of the Conjuring Universe. Heb ik ook nog niet gezien. Ja, vroeger ging ik dat bekijken met Rimzy. Maar dat gewoon niet duren, gewoon, hè. Dus ja, 93 minuten wil ik ook zeker wel zien. Dan hebben we ook nog Saw 6. Heb ik ook nog niet gezien. Ik denk dat ik er de eerste 3 of 4 gezien heb van Saw. Maar dat is de 6e. Heb ik dus nog niet gezien. Horrorfilm. Maar zo horrorfilms kijk ik wel. Zo van die slashers en dan heb ik geen probleem. Maar als ze zo met geesten en alles en paranormale toestanden. Dan is het bij mij een beetje kaka broekie.
Dan de volgende film, weet ik totaal niet of dat dan een goeie is. Heb ik een keer gekocht op de rommelmarkt. Duurt 84 minuten. Ja, eigenlijk zou ik dat ook een keer moeten bekijken. Dat is Nurse 3D. Ja, laat het een keer weten mensen of dat een goeie film is of niet. Dat zal een horrorfilm zijn, denk ik. Maar ik ben het ook niet zeker. Dus Nurse. Dan de volgende heb ik zelfs de eerste nog niet gezien van The Shining. En dat is Dr. Sleep. Maar The Shining heb ik ook zelf nog niet gezien. Sorry daarvoor, maar ja, niet aan te doen. Dus Dr. Sleep, dat schijnt ook wel een goede film. Heb ik ook een keer kunnen kopen op de rommelmarkt. Splinternieuw, denk voor 2 of 3 euro. Dan de volgende film is ook een horrorfilm. 87 minuten. Dat is Cornered. Cornered of zoiets, ja. Deze weet ik ook totaal niet of dat goed is, ja of nee. Dus laat het een keer weten in de comments. Dan de volgende film, ik weet het mensen, is geondertekend door Nicolas Vince. Diegene die, hoe noemt hij nu weer, speelt... Ah, hij doet alles mee in die film, maar ja, kijk, hij is gesigneerd. Ik heb hem laten signeren. En dat is de Hellraiser film, de eerste. Ik heb nog geen ene Hellraiser film gezien. Ik weet het is niet normaal, maar ja, het is wat dat is. Dus 94 minuten horror dat ik een keer moet bekijken. Dan Men in Black 3, heb ik ook nog niet gezien. Eigenlijk ook heel erg, want de eerste en de tweede vond ik wel goed. De derde weet ik totaal niet of dat een goede film is. Dus 106 minuten, ik moet dat een keer bekijken. Voilà. Dan hebben we hier de animatiefilm van The Addams Family. Heb ik ook nog niet gezien. De twee originele films heb ik wel al gezien. Maar deze dus ook nog niet. Ja, ik ga dat een keer apart leggen. Hoe lang duurt deze? Deze duurt... dat staat hier lijkt niet op. Maar dat moet er wel op staan. Maar ik zie het niet staan. Ik zie het niet. Nee, ik zie het niet. Voilà. Dus we gaan het een keer apart leggen. Dus dan hebben we hier ook de eerste van The Shining. Heb ik ook nog niet gezien. 119 minuten met... hoe noemt hij nu weer? Oh my god, kan er niet op komen. Jack Nicholson, ja man. Met Jack Nicholson heb ik ook nog niet gezien. Voilà. Dan, de volgende film is een comedie met Paul Rudd en Jennifer Aniston. Paul Rudd vind ik wel een grappige acteur. Dat is Wanderlust. Voilà, ook nog niet gezien. Dus moet ik ook een keer bekijken. Dan, de volgende film is The Nun, de eerste. Ook nog niet gezien. Dus ja, dat zijn allemaal van die films dat ik eigenlijk echt dringend moet bekijken. Dan hebben we hier The Purge, Election Year. De eerste en de tweede heb ik gezien, die vond ik wel goed. Dat is de derde, heb ik ook nog niet gezien. Dus wil ik ook wel een keer bekijken. En dan hebben we hier ook nog een klassieker, dat schijnt. Dat is Maniac Cop, met de slipcover. Voilà, met de slipcover. En deze heb ik ook een keer gevonden op de rommelmarkt. Of denk ik zelfs vorig jaar op de beurs van Razor Reel dat ik die gevonden. Maniac Cop, dat zal ook een soort van slasher zijn. Dus die thriller acties staat er zelfs op. 91 minuten, dus dat ga ik ook een keer bekijken. Let's go, yo! Voilà, dat waren al in totaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 films dat ik nog allemaal moet bekijken. Dus ik heb nog veel werk, maar het is zomer. In de zomer kijk ik sowieso al minder films, omdat we ja, veel meer buiten zijn en zo. Maar kijk, maakt niet uit. We gaan er ons werk van maken. Goed, voilà, dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe vlog. En mensen, positief blijven. Hè. Het is een hele belangrijke. Gewoon altijd positief alles bekijken. En je moet ook af en toe een keer met een grapje kunnen lachen. Hè. Goed, allez, ik ga je laten. Salutjes, yo!